leuk dat je kijkt naar alweer week 21 van mijn zwangerschapsavontuur, noem ik het maar. Ja, wat is het eigenlijk? Het is een soort zwangerschapsvlog. 21, ik heb er heel veel zin in. Deze week is Flynn-jarig. Heel erg leuk. We hebben een leuk cadeau gekocht, maar dat ga ik jullie later laten zien. Laten we eerst even de intro rollen. Ik ben eventjes mijn tas aan het inpakken, want ik en de baby. Oh, eindelijk, het made sense dat ik de hele tijd wij zeg. Dan heb ik het dus over mij en de baby. We gaan naar Rotterdam, want vandaag komt Riders Republic uit. Nee, dat is morgen. Maar vandaag is de release party. En het is zo lang geleden dat ik naar een release party ben geweest. Dus ik zeg, ik ben erbij. En daar ga ik dus nu heen. Heel veel zin in. Ik heb echt heel veel zin in om de mensen van Ubisoft überhaupt te zien. En ze hebben een ultimate extreme game experience. Red Bull is er ook bij. Dus ik ben heel benieuwd wat ze in petto hadden. Ik zei, is het wel zwangere vrouwenproof? Maar dat was het. Dus we gaan het zien. Zo gaaf. Dat was echt leuk om weer een keer te doen. Allemaal mensen weer gezien. Mijn collega's, streamer collega's. Maar ook de mensen van Ubisoft, van Red Bull. Het was echt zo leuk. Ik ben echt blij dat ik gegaan ben. En het was ook heel gezellig met Noah. Toen ik op de terugweg was, dacht ik, hey, er zit een baby en tiener megastore in Sliedrecht. Daar kom ik langs. En daar heb ik nog een kortingsbon van. Dus ik dacht, weet je wat? Daar ga ik gewoon lekker heen. Dat dacht ik. Dus daar ben ik nu aangekomen. En ik dacht, laat ik dat ook maar vloggen. Waar ik voor gaan kijken, weet ik nog niet zo goed. Dat gaan we zien. Ik heb één dingetje gekocht. En dat is niet eens voor mezelf. Het is voor een vriendinnetje die zwanger is. Ik ga het niet zeggen, want misschien kijkt ze deze vlog wel. Cadeautje. Voor als de baby geboren is. Was wel een leuke store op zich. Heel veel keuze. Heel veel ruimte. Echt groot. Was best leuk. Maar ik heb dus verder niks niet geslaagd met dingetjes kopen. Maar ik zit ook nog niet helemaal in de spullen kopen vibe. Ik ben nog echt bezig met de babykamer en daar spullen voor kopen. Ja, dat zou hier ook wel kunnen. Maar dat gaan we waarschijnlijk tweedehands halen. Dus nieuwe spullen. Ik vind het allemaal veel te modern voor wat wij willen. Dus die zoektocht gaat nog even verder. Ik zou graag een pumpkin spice latte willen. Die is uitgekocht. Ik kan hem wel namaken. Oh ja, doe maar. Ja, mag die dan cafeïnevrij zijn? Zeker, ja. Klein, middel of groot? Middel. Met slagroom? Lekker. Ja? Call me crazy. Ik ben er een stukje voor omgereden. Maar ik heb een pumpkin spice latte gehaald. Hij was niet meer... Hij was uitverkocht, maar ze kon wel hem namaken, zei ze. Dus ik zeg, oh prima. En hij smaakt me heerlijk. Dus decaf. Dus ik ga er extra hard van genieten. Nog helemaal niet op dit jaar. Dus dat vond ik wel heftig. Ik moest en zou een pumpkin spice latte. Ik ben toch een basic white chick of ik ben het niet, hè? En we zijn er ook een white chick aan het fabriceren in mijn buik. Dus je hoort een pumpkin spice latte bij. Geen idee wat mijn laatste clipje was, maar we gaan gewoon weer lekker verder bij een nieuw stukje. Ik heb morgen verjaardag van Flynn en we hebben een leuk cadeau. Ik heb het idee dat ik dit al gezegd heb in het vlog. Misschien heb ik het al gezegd, misschien niet. Maar ik ga het jullie laten zien wat we hebben gehaald. Dit is het.
Het is een Bos werkbank voor kinderen. Echt met allemaal leuke dingetjes. En ik ga dat nu inpakken. Maar ik wilde het eerst helemaal in elkaar zetten. Dat hij meteen kon... Ja, dit hoort in de tijd trouwens. Dat hij meteen kon gaan spelen. Maar mijn broer wil het heel graag in elkaar zetten. Dus ik ga alleen de schroevendraaier nu... Ja, ik ga de doos inpakken. En de schroevendraaier. Dat hij dan al met een schroevendraaier in ieder geval kan spelen. Maar ik ga het eerst even allemaal op volgorde leggen. 29 oktober. Dat betekent dat mijn lieve neefje Flynn 2 geworden is vandaag. Ik heb hem zo mooi opgemaakt. Mijn broer heeft ook een crematie helaas. Dus ik ga ook nog eventjes oppassen op Flynn en Pelle vandaag. En we gaan natuurlijk ook die prachtige werkbank geven. Ik denk dat ik hem niet meteen geef. Dat was wel het plan. Maar ik denk dat we wachten tot Nicky er is. Dus als Nicky er is, dan... geven we hem samen. Want het is ook een cadeau van ons samen. Dus, want ik dacht, Flynn krijgt toch wel de hele dag cadeaus. Dus dan kunnen we wel wachten tot Nicky er is, dat we ons cadeau geven. Maar misschien kan mijn broer niet wachten. Dat zou nog kunnen. Maar jullie gaan het zien. Want ik ga het wel filmen als we hem geven. Want dat is zo leuk. Yes, laten we gaan. Om de zadel om nee, joh. Laat hem maar erop zitten. Ja. Oh, wauw! Ga ik erop zitten. Ik denk dat hij wel goed is. Oh, ja, hij is iets te hoog. Ja. Hij is iets te hoog. Oh, oh, oh. Papa even laag maken. Oh. Echt boren. Ja, dit is wel even prachtig. Kan je even kaartje boren? Ja. Nog gefeliciteerd met Flynn. Dankjewel. Ja, ook dankjewel. Jullie ook trouwens. En jij ook. Waar moet je nou beginnen, hè, Flynn? Oh, wat een grote doos, hè. Oh, 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 oh. Wat... Oh. Hoppa. Dan ligt er gewoon helemaal op. Ja. Ik wou dat ik ook jarig was. Ja. Dat is de onderkant. Dat. Dat is wel interessant, ik denk dat papa het ook wel leuk vindt. Het plaatje staat dus aan de andere kant. Als je vers door is, dan moet je zien. Oh, oh. Oei. Oei. De plastic kan je aan de makkelijk staan. Hij heeft een plaatje om uit de mond. Hier, een helm. Op de bouwen. Ja, zo. Oh! Oh. Kunnen wij het maken? Oh, oordoppen. Eigen oordoppen, Flynn. Geef maar met die jou. Ik zou hem... Ja, ja. Het is inmiddels zondag in week 21. Zeg dat goed? Ik ben toch niet al in week 22 per ongeluk? Weet niet meer. Ik heb gisteren in ieder geval een grote schoonmaak gedaan. Opruimen eigenlijk. In mijn gamekamer. Zo heb ik die spiegel hier neergezet. En heb ik deze echt heel erg leeg gemaakt. Die stond zo bomvol met spullen. Dus ik heb alle chibis en zo eruit. En ik heb eigenlijk alleen maar... Ja, deze is net nieuw. Dus die heeft nou een mooi plekje. En wat foto's van mijn vader met Nicky en mijn vriendinnen en mijn familie. Dus het is een stuk rustiger nu hier. And I like it. Maar daar pakte ik niet de camera ervoor bij. Want ik ging even een stukje in de babykamer aan de slag. Want, dat ga ik even laten zien. Nicky is al aan de slag geweest van de week. Ja, het gaat steeds stukje met beetje bij ons. Deze muur hebben we een soort... betonmuur van gemaakt. Betonlook. Dit is die kleur speld die ik had laten zien. Kijk, en we hebben zand in de verf gedaan, zodat het een soort structuur krijgt. Nu zaten we te twijfelen of we dat ook hier gaan doen. En daar? Ik denk het niet. Ik heb mijn spulletjes bijgepakt, want ik had even een uurtje over. Ik ga de verwarming eventjes schoonmaken en opschuren, zodat die ook, die gaat wit worden.
Want die is nu een beetje een vies kleurtje. Dus die moet even ook een andere kleur. Dus dat ga ik nu even doen. En ik dacht, ja, toch weer in de babykamer. Dus laat ik maar eventjes jullie erbij pakken. Hallo, het is inmiddels de laatste dag van mijn 21 weken zwanger zijn. Ik heb een heel grappig shirtje aangetrokken vandaag. Die heb ik van Too Basics gekregen. Het is een baby die aan het gamen is in de buik. Vet leuk, maar dat is niet de reden waarom ik de camera erbij pakte. We hebben project babykamer, waar wat stapjes in gemaakt gaan worden. We gaan deze op de... Dus ja, doe jij het even voor. Dus dit lelijke crème kleurtje wordt dadelijk mooi wit. Nou, die niet. En die staat buizen. En dan kunnen we daarna de muren doen. Dus dat is het projectje wat nu gebeuren gaat. Ik zal eens eventjes een overview geven van voor. Maar ja, eigenlijk een stukje aan de kant, papa. Dus dit is voor... En dan de volgende clip die jullie zien is na. Ik zou nog even het eindresultaat laten zien van de witte verwarming. Ik vind het zoveel mooier. Alle muren zitten nu ook in de voorruim. Dus die gaat nog een keer gedaan worden. Hij wordt nog een keer wit gemaakt. Tweede laagje. En dan gaan we de muren sausen. Waarschijnlijk deze week wel. Dus dat is erg mooi. Dit wordt behang. Dat komt even wat later in de... Over een paar weken pas. Maar het is in ieder geval nu ready om te sausen. En dan kan ook de vloer veranderd worden.